inwoners van de Gamestad, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Daisy Standalone, de Alpha. Ik ben Giovanni van One Sniper Game en vandaag ga ik voor jullie Daisy Standalone doen. Ja, dit is niet de eerste keer dat ik het speel. Zoals je al kunt zien heb ik al een aantal spullen. Ja, mijn neef die komt zo ook even spelen en hij heeft hem zelf ook, dus dan ga ik met hem samen even filmen, denk ik. Alleen, Daisy Standalone heeft zoveel mogelijkheden. Het is zo vet allemaal. En misschien dat mensen allemaal, Arma 2 kennen, dan ken je allemaal wel Daisy de mod natuurlijk. Nou, Daisy de mod, ik zal het even kort vertellen, waar gaat het allemaal over? Het is, je bent natuurlijk weer in een zombielandschap. En ja, zombies overal en nergens. En de wereld is natuurlijk weer overgenomen door zombies. Zijn er altijd weer mensen die, ja, die je gaan naaien. Om het even zo te zeggen. En die mensen die willen je gewoon dood hebben. Dus zombies overheersen ook de wereld. En ja. Dan is het aan jou om zo goed mogelijk te overleven en de beste spullen te vinden en allemaal dat soort dingen. Dus ja, dat gaan we gewoon in deze serie doen. Ik denk dat we wel een soort van verhaallijn dat ik erin ga doen, want dat blijft ook nog wel een beetje leuk. Dat ik iedere keer ga vertellen wat ik allemaal heb gedaan en weet ik het allemaal niet. En ook een soort objectives voor mezelf halen van ja, dingen die ik wil doen. Weet je wel, of allemaal van dat soort dingen, ik weet niet. Sowieso wil ik dan die dingen gaan halen of vinden en dan ga ik er wat mee doen ofzo. Of mensen killen of dat soort dingetjes. Allemaal van die kleine dingen dat je denkt van, nou, nah, dat is wel leuk. Ik ben nu gewoon allemaal spulletjes aan het verzamelen. Mijn neef die heeft zijn benen gebroken in Daisy. Het is echt heel uitgebreid. Het is, zit nu nog in de alpha, dus sorry daarvoor. En ja, ik ben er net ben ik geraakt door een zombie, dus daarvoor is het beeld zo grijs niet dat je denkt van, wat de fuck is er nou? Nee, dat komt gewoon in deze zelf. Als je, ja, als je geraakt bent, dan wordt je beeld ook wat grijzer en zo. Oh, daar wil ik mijn neef. Oké, en we zijn weer verder. Ik ben met mijn neef samen nu even Daisy aan het spelen, dus... Hallo. Dus we gaan nu even samen survivalen, dus dat zal wel denk ik een epic part worden, eerst part. Alleen ik heb bloed nodig, dus we gaan nu naar het ziekenhuis toe. Waar we dan medical supplies gaan halen, toch? Ja, ja dat kan. We kunnen alleen geen bloedzak halen. Of, oh, even wacht. Is dat iemand of niet? Een andere survivor. Pak je mitrailleur. Hallo! Hallo! Nee, je mag geen PvP in deze server. Oh ja. Hallo. 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 Oh, verkeerde. How are you, man? How are you, man? I'm Russian. Okay. Okay. Have a fun, have a nice day, man. Nice day, man. Oké. Oh ja, je mag hier natuurlijk alleen maar Russisch praten op die server. Ja. Russische servers. Ja, cool. Ja. Ja, Kurva is weer Pools, hè? Ja, dat is waar. Even kijken. Ik heb een Rus en een Pool in mijn klas zitten. Ja. Maar ik heb geprobeerd scheldwoorden te leren, maar dat krijg ik niet in mijn hoofd. Nee? Nee. Spier Dalai Kurva. Wat is dat? Oh ja, dat is... Ik heb wel een paar scheldwoorden in het Pools. Ja? Ja. Too thirsty. Oké. Okay. Maar ik vind het echt wel nice dat ze van alles hier in de game hebben gedaan en dat steeds meer uitbreidt. Ja, het duurt nog een jaar voordat hij helemaal af is. Een jaar voordat hij echt af is. Het wordt echt een biggie game. Ja, ze gaan er ook nog hele gedeeltes bij bouwen. Dus kijk, dan moeten we hier naar boven. We kunnen voor jou een wapen zoeken.
Moet ik hier niet in die kamertjes kijken of? Helemaal bovenin in de kamer, dat is de enige spawnplek voor wapens. Oh, oké. Okay. Ja, er ligt er een. Oh, nice. Wat voor wapen is het? Zo eentje die ik ook heb. De M4A1. Aight. Hier hebben we dit kamertje. Hier zo in de hoek. Aight. Fucking nice. Die wil ik hebben. Ik heb nog eens Stand-X voor jou. Kan je wel even eentje hebben. Wat Stand-X? Stand-X is je munitie. Oh, nice. Die geef ik buiten wel even. Is goed. Anders glitch je ze misschien door de vloer heen. Oh ja, dat is ook niks natuurlijk. Dan kan je hier op het dak kijken. En op het dak heb je ook nog... dat je munitie soms kan vinden. En nu ligt er alleen shotgun shells. Maar er ligt nog geen shotgun in de game. Mm. Nou, dan moet je die maar meenemen, toch? De shotgun shell? Ja. Zullen er heel veel wapens in komen, denk je? Ja, genoeg. Die M4A1, dat hebben ze wel goed aan gedaan. Ja. Dus en wel mooie wapens. Ja, ik ben ook wel benieuwd welke wapens ze er allemaal in gaan doen. Er is nou een nieuwe Anaconda of zo, hè? Of zo'n .43 Magnum of zo, .44 Magnum. Oké. Okay. Die is naar nou ja. Gekomen. Dus ja, dat klopt. En die heeft mijn maat, heeft die ook. Oh, nice. Hier heb je eten. Ik weet niet of je dat wil. Oh, altijd handig. Ik crunchy heb chips. Heb je toevallig nog drinken of zo? Ja. Ik leg die wel even bij de crunchy chips. Moet je even wachten tot die geladen is, of hij is naar beneden gespand. Kan ook. Kijk wel even hier rond voor jou. Nice. Crunchy chips. Als je genoeg eet en genoeg drinkt op een gegeven moment, dan gaat het ook weer je kleur bijkomen. Oh, dat is wel nice. deze gaat weg. Ja, het blikje drinken is er. Right. Thanks. Kijk. Ik vind het echt een vet spel, jongen. Ja, het is echt verslavend. Ja, dat wil je. Je wil gewoon steeds meer hebben en steeds meer krijgen ook. En niet doodgaan. Ja, dat is ook, dat zijn ook moeilijke dingen, denk ik. Alleen weet je hoe ik weer mijn kleurtje terugkrijg? Ja, veel eten en drinken. Ah. En dan kan je proberen een bloedtransfusie te geven, maar ja, we weten niet het bloedtriepen. Ik denk niet dat zo handig is dan. Nee. Je kan wel bloed van jezelf aftappen, maar ik weet niet of dat werkt. Ga ik dan extra dood, denk je? Of, Nee, dat niet. Misschien dat je minder kleur hebt. Maar zou ik dan uiteindelijk wel weer meer kleur krijgen? Of, Ja, maar dat gaat geleidelijk aan, gaat dat. Oh, oké. Okay. Ik zie hier niks bijzonders of zo. Nou, ik was al buiten. Oh, je bent al daar. Oké. Okay. Je hebt echt een nice poppetje. Ja, toch? Helemaal uitgemaxed, jongen. Ik heb ook scherp vest aan. Zo, ik zie het. Van de press. De press. Nou, die is ook nieuw. Scherp vest. Heb ik nog niet gezien in de game. Nee? Oh, dat is wel nice. Ze hebben gave dingen, joh. Even eentje... Kan je dingen uit je menu verwijderen? Uit je menu? Ja, want ik heb twee keer een crowbar in mijn menu staan. Dat je kan pakken bij je handen, weet je wel. Gewoon naar buiten slepen. Naar Finici. Ja, ik zie het al. Finici. Ik ga nog even in deze schuur kijken. Ik heb nog een axe hier over jou. Oh, dat is wel beter, denk ik. Ja, hier in die auto's. Dat is niet echt geweldig. Je kan ook mijn axe even hebben. Neem ik die wel. Oh, nee joh. Ik neem deze wel. Komt goed. Oh ja, ik moet jij nog even die stand-ax geven. Zo.
Hier ligt hij op de grond. Oh, thanks. De Mac. Je moet alleen oppassen, want jij hebt geen silencer op je jukebox. Dus als je dan gaat schieten, dat er de zombies komen gelijk naar je toe. Ja, dat is ook natuurlijk. Ik ga even naar het andere stadje toe. Hij schreeuwt, maar je kopje. Schreeuwt? Oh, van de pijn zeker? Ja, denk het wel. Ja, de mijne ook. Moet niet naar luisteren. Pijn is fijn. Ja. Sowieso. Even kijken in deze huisjes. Misschien dat we nog een grote rugzak voor jou vinden. Dat zou chill zijn. Kijk hoor, deze weg. Deze weg. Hop. Ga ik even in dat huisje hiernaast kijken. Ja, is goed. Wat is dit? Power milk. Moet je mixen. Ja, mix. Waarmee moet je dat mixen dan? Ik weet het niet. Het is voor de eerste keer dat ik het zie. Je kan het eten. Oké. Okay. Power milk die je kan eten. Okay. Cargo pants. Oh, je moet het met water mixen. Oh, ik heb hier nog een banaan. Hij is niet verrot, toch? Nee, ja, is gewoon goed. Oké. Okay. Zie je ook niet veel, maar is meer rot eten dan... Ja. En als je in deze game ook rot eten, of rot fruit eet, dan ga je toch ook dood of zo uiteindelijk aan rot fruit? Ja, dat klopt. Moet je antibiotica moet je halen. Nee, dat is heel schaars. Ja, en als je dan als je dat niet kan vinden, ga je gewoon dood. Oh. Ik hoor een zombie. Zon. Ja, ik ook. Als je op de zombie inrent, dan slaan ze je niet. Oh, nice. Dus dan moet je eigenlijk gewoon... Hier, daar komt hij. Ik zou het eens voordoen. Nou. In één keer, headshot. Maar kan je ook zombies looten, of niet? Nou, nog niet. Kom, gaat wel komen. Maar hier is al nooit iets. Moet je nog de wc in? Ja, ik wil even naar de wc. Hoe kan ik zitten? Zo. Oké, okay, ik ben klaar. En dan dat gebouw dat je daar verderop ziet, dat construction site gebouw. Ja. Daar komen later komen er onderdelen voor de helikopters en de auto. Oh, ja. Om te repareren. Dat is wel nice. Ja. En als het goed is, kan je dadelijk ook je auto pimpen. Om meer beschermend te maken voor de zombies. Oh, dat is wel gaaf. GTA-stijl. Ja. En ook weer materialen natuurlijk om je huis te bouwen. Maar het wordt een beetje hetzelfde als met bouwen als rust, of niet? Dat je echt hele buildings kan bouwen, of dat niet? Ja, ik denk het wel. Dat is wel nice. Daisy was wel volgens mij als eerste daarmee. Mm-hmm. Het hele bouwen. Eerst Minecraft en toen Daisy. Ja, Minecraft heb echt heel veel nieuwe dingen eigenlijk in het leven van games geroep. Met crafting en dan allemaal van dat soort dingen. Ja. Dat is best wel nice eigenlijk. Ja, sowieso. Nou, ik heb het zelf nooit gespeeld, maar ik heb wel heel veel filmpjes gekeken. Ja. Ja, er komen dadelijk ook nog honden in de game. Dus die gaan je helpen met dieren zoeken in het bos. Oh joh, dat zou echt vet zijn. Ja, dan kan je commando geven, dan gaat hij een dier opzoeken voor jou. En dan moet je hem zelf natuurlijk neerschieten. Oh, gaaf. Maar in de andere Daisy gingen de honden deden ook de zombies aanvallen en doodmaken. Oh, dat is ook wel lauw. Ja. Kan ook onder de trap wat liggen of niet? Ja, het kan eigenlijk overal liggen. Deze is eigenlijk een soort van puzzelmap idee. Ja, gewoon zoeken naar spullen. Zeg survivalen. Ja. Want je kleding gaat ook stuk. Ja, dat zag ik ook wel. Dat je badly damaged had en damaged en allemaal van dat soort dingen.
En ze willen dadelijk, dat zei Dean Halls, willen ze dadelijk dat het zo ver gaat. Dat als het echt badly damaged is, ja? Dat gewoon je kleding van je romp afvalt. Oh joh. Dat gaat wel heel ver, zeg. Ja. Ja, maakt het wel spannend. Moet je wel echt kleding meenemen. Want ik denk ook, als je dan bijvoorbeeld geen kleding aantrekt en niet meeneemt, dat je dan gewoon ziek kan worden. Dat je dan weer antibiotica nodig hebt. Oh ja, dat zijn natuurlijk ook weer dingetjes. Want je kan ook ziektes overdragen om als je kleding aantrekt van iemand anders. Is dat zo? Ja, zo. Dat komt er dadelijk ook in. Dus als je bijvoorbeeld van een zombie, bijvoorbeeld als je die kan looten, de kleding eraf haalt, dan kan je bijvoorbeeld ziek van de zombie worden natuurlijk. Ja. Zo, Daisy wordt echt heel complex hoor ik nu al. Hier liggen twee grote rugzakken. Hierbovenin. Bij jou daar, of Ja, helemaal boven. Nergens ligt loot, helemaal bovenin ligt loot. Ik zie wel één klein rugzak. Even kijken, ik neem een groene. Snap ik. Snap je. Oké, dan moet ik al mijn stuff overplaatsen. Kan je ook niet gewoon met één knopje zo alles even pak, dan is het overgezet, of niet? Nee, dat is te makkelijk, hè? Ja. In het echt moet je ook je tas inpakken en uitpakken. Ja, dat is waar. Ze maken het wel allemaal heel realistisch, hè? Ja, dat is wel de bedoeling. Wat kan je uiteindelijk met firewood ook hout vuur maken? Ja, volgens mij kan je dat nu al, hoor. Ja? Maar je hebt matches nodig. Dus lucifers. Nee, die heb ik nog niet, helaas. Misschien vinden we die zo meteen in de supermarkt. Pas op dat je er niet afvalt, hè? Nee. Ook gisteren. Ja, joh. Ja, daarom heb ik mijn benen gebroken. Oh. Suicide bomber wordt dan. Ja. Ik snap ook niet waarom mijn benen in één keer weer gefixt zijn. Niet dat ik het erg vind, maar... Nee. Ik was al helemaal aan het zoeken naar stokjes voor jou, maar... Ja. Kijk hoor, waar ben je? Je bent zeker al buiten of niet? Ik ben aan het wachten hier op je. Oh daar. Hier. En die helm die beschermt je als het dus tegen zombie klappen en headshots. Oh nice. Alleen met een groot kaliber dan werkt het natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Dat is logisch. Knalt hij er doorheen. Ja. En je hebt ook ballistic helmets, dus van Defensie zelf, van die helmen, die groene. Oh ja, die heb ik ook wel gezien in filmpjes en zo. Ja. Hebben we deze eigenlijk al geloot of niet? Die houten huisjes, of ligt daar nooit zoveel? Hey, je kan kijken. Hier lag wel wat, zag ik net, kleding. Oh. Wat voor hier ligt kleding? Hier ligt een camo broek voor jou. Oh, nice. Oh, voor een zombie. Hier in die schuur. Kom maar naar binnen, ik maak die zo. Volgens mij, oh ja, kijk. Oh, ik miste hem. Onk. Ik moet uitkijken dat ik jou niet opeens doodsla. Zou helemaal fucked up zijn. Even kijken hoor, waar ligt hij? Oh, in het midden. Nee, hier zo ligt die broek. Oh, daar ook. Hunter pants. Hide. Hier liggen ook nog hardloopschoenen voor je. Ik heb mijn spullen. Welke schoenen moet je zijn eigenlijk beter? Want ik heb nog steeds die basic schoenen, weet je wel. Als ze nog gewoon pristine zijn, is het goed. Ze gaan dadelijk ook. Ja, ze zijn nog pristine, dus. Oh, alleen mijn broek moet nog spannen met al mijn spulletjes erin. Oh jee, heb je broek? Ja, gelukkig. Oh, die Rus is er weer, denk ik. Ik hoorde wat. Rifles klaar, of? Oh. Hallo? Huh? Oh nee, als het goed is, mag hij ons niet neerschieten. Of ik hoorde mijn eigen poppetje krijgen, dat kan natuurlijk ook. Ja, jouw poppetje kreunt ook al heel de tijd, dus zou kunnen. Die gasflat. Die side gewoon. Ah. Nice. En je kan alles customize erop. Dus je kan je hand beschermen, kan je veranderen.
Je hebt drie verschillende handbeschermers. Vier. Oh,